Dolf, we kijken dus over een prachtige voorjaarsgracht uit met heerlijk fris groen. En als bewoners ben je toch wel gezegend dat je in deze omgeving mag wonen. We gaan nu langzamerhand naar een rij gevels toe en dan komen we uit bij het winkeltje op de hoek. En dat was eigenlijk vroeger een snoepwinkel. En mevrouw Blom, die de winkel dreef, woonde boven de zaak met haar kinderen. En daar was ook een kind bij en die heette Leo. En Leo is ietsje terug op de gracht een kleine supermarkt begonnen. En is daar weer van teruggekomen. En heeft nu in Purmerend een kaashandel. Als we dus teruggaan naar het winkeltje van mevrouw Blom, moet je je voorstellen dat dat dus grote ramen waren. En zij had een toonbank met allemaal blikken erop. En in die blikken met glazen deksels, dat waren eigenlijk koekdozen, lagen allerlei... Wat een leuk plaatje, jongens. Lagen... Die er leuk bij. Lagen, ja. In die koektrommels met glazen deksel, daar lagen de schuine droppen, de trekdrop, spekkies, zuurstokken. Nou ja, kortom een heel assortiment wat je dus in een soort snoepwinkel uit de 50e jaren aan kon treffen. En het ging vaak om centen en een besteding van een dubbeltje was al een heel aardig bedrag. En je kan echt zeggen dat mevrouw Blom met haar zoon Leo het geld met kleine hoeveelheden binnengehaald hebben. En ook dat is voorbij, maar voor mij is dat nog wel een hele leuke herinnering. Zeker met al die producten die daar lagen uitgestald. En op de hoek hier stond heel vaak de broer van Ben van Liemt. Dat was Joop van Liemt. En Joop van Liemt was eigenlijk en is voor vele Haarmers een bekend en markant figuur. Hij had een hele grote verzameling spullen in diverse pakhuizen staan. En die spullen die verkreeg hij door bij ome Willem van der Weijden iets verderop op de gracht een vodden- en lompenpakhuis, de goede of min of meer goede dingen eruit te zoeken. En die werden dan bij Ben neergezet of die gingen naar zijn pakhuis toe, onder andere op de Scheepmakersdijk. Dan kon je soms de meest vreemde dingen kopen, radioapparatuur, filmapparatuur, projectoren, motorfietsonderdelen, kortom, het was altijd een heel breed assortiment boeken, tijdschriften, hij had alles. Wat is er met Joop gebeurd? Die heeft dat natuurlijk zijn hele leven lang meegesleept. En uiteindelijk is hij overleden. En zijn zijn spullen veelal afgevoerd of doorverkocht. Waar ook nog een heel leuk verhaal aan zit, is eigenlijk dat hij op een gegeven ogenblik een hele partij films had. En dan bleek in een van die filmblikken een stuk film te zitten waarvan iedereen dacht, ook in Amerika, dat dat verdwenen was, dat die film niet meer bestond. Hij had dus die film doormidden geknipt en in een ander blik, in een ander pakhuis neergelegd, dat zo bij diefstal mensen dus eigenlijk alleen maar een halve film hadden. Hij wist dus precies dat die twee filmen, die twee stukken film, bij elkaar hoorden. En later is dat ook gelukkig weer via het Filmmuseum terechtgekomen en zij waren heel erg blij dat die film dus hier op de gracht tevoorschijn is gekomen.